Goedemorgen iedereen. En ik weet het: ik had uh, doorgegeven dat ik uh, videoblogs met de telefoon zou maken. Um, maar ik vind het ook wel makkelijk om het uh, nu eventjes met de webcam te doen. Eigenlijk ook vaker. Waarom? Omdat ik dan mijn scherm kan delen. En jullie dan makkelijker kunnen zien wat ik zie. En met de telefoon is het net even iets lastiger. Uh, kort gezegd, ik wil het over drie punten hebben. Allereerst, uh, afgelopen weekend. Afgelopen weekend, uh, afgelopen zaterdag. zou ik een, uh, uh, de tweede deel geven van de kliniek uh, Verantwoord uh, Traden met Bitcoin. Uh, zoals velen van jullie weten, ik werd onverwacht ziek, uh, dus ja, om, om toch kwaliteit te kunnen leveren voor jullie, heb ik gewoon besloten om het niet door te laten gaan. Het is verplaatst naar de 23e, dus over twee weken, op de zaterdag. Maar weet je, ik kan me best voorstellen dat niet iedereen um, erbij kan zijn. En uh, speciaal daarvoor heb ik uh, besloten om een terugkomstsessie erbij te doen bij de kliniek. Exacte datum. Kom ik nog even op terug, maar dat zal wel een doordeweeks avondje zijn. En de datum geef ik door tijdens de kliniek op de 23 e En daarna ook uh, op, uh, op mijn telegram voor de mensen die zeg maar niet bij de kliniek aanwezig kunnen zijn. Dus ja, dat is punt 1. Punt 2. Um, persoonlijk kijk ik uit met de reden vandaag. De reden is, uh, ja, jullie kennen mij, jullie weten dat ik gek ben op chartpatronen. En ik neem ook echt beslissingen gebaseerd op chartpatronen. Voor uh, heel, veel, heel vaak, tenminste. En wat ik nu zie is wel een uh, dingetje, want um, Weet je, degene die de kliniek hebben gevolgd, die kennen dit patroon. Dit uh, is een ascending broadening wedge En dit is een bearish patroon. En je ziet ook, de koers bevindt zich nu aan de onderzijde. En er kunnen, kunnen eigenlijk twee dingen gebeuren. Of hij kan er vanaf bouncen. Dus dat je dit zeg maar hebt. Wat dit gebeurt. Dus hij, hij bounce van het patroon af en gaat op zoek naar een nieuwe piek. Dat zou idealiter het beste geval zijn. Maar wat ook kan gebeuren, is dat de koers, zeg maar, um, naar beneden uitbreekt. En de retest maakt en vervolgens naar beneden gaat. Dat zou ook goed kunnen. Weet je, dat zijn moog, tenminste uh, mogelijke uh, scenario's. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, want je weet, niet, niemand heeft een glazen bol, ik ook niet. Maar wat ik wel ga doen, ik ben me wel aan het oriënteren voor een shortpositie op dit moment. Ja, zoals jullie zien, ik heb hier een, uh, een alert gezet. Mocht de koers hieronder uitbreken, wil ik in ieder geval uh, geïnformeerd worden. En aan de hand van, ja, weet je, de, de kliniekdeelnemers die weten waar ik, uh, waar ik op let. Maar aan de hand van bepaalde zaken besluit ik gewoon om uh, een shortpositie te nemen of niet. Uh, wat ik doe, tenminste waar ik wel rekening mee hou, Kijk, ieder chartpatroon heeft een bepaald uh, technische target en voor dit patroon bepaal je de technische target zeg maar door uh, een lijn te trekken van uh, de onderkant van het patroon tot aan de bovenkant. Nou, dat is dit. En die lijn dan vervolgens te plaatsen op de plek waar hij uitbreekt. En de onderzijde, de onderkant zeg maar, dat zou dan de technische target zijn. Ja, in dit geval zo heel laag op. Dan kom je uit op 16.000 nog wat dollar. Vaak bereikt hij dat helemaal niet. Vaak zit je op drie kwart. Maar ik vind het wel realistisch dat mocht de koers naar beneden uitbreken, dat we dit punt, zeg maar, deze low van 18 juni, wel weer gaan uh, testen. En die staat ongeveer op 17.660 dollar. Um, dus mocht die uitbreken naar beneden, dan is dat een realistisch scenario. Want best wel wat traders die traden ook op dit soort constructies, die wachten erop doordat de koers uitbrengt En vervolgens stappen ze in met shortposities. Dus die gaan dan verkopen. Uh, dus het zou kunnen. Ik weet niet of het te halen nogmaals, maar ik denk het persoonlijk. Um, tenminste, weet je, de markt is, is nog niet echt bullish. Dus uh, ik, ik schat de kans wel reëel dat de koers in ieder geval naar beneden uitbreekt. En dan um, uh, richting dit. Niveau gaat, 17.660. Of je dat bereikt, is wat anders. Maar wat ook kan gebeuren, dat is dat de koers uh, hier vanaf bouwst. En dus, ja, ik zei het net al, dit, dit doet en op zoek gaat naar een nieuwe piek. En als dat gebeurt, dan is dat wel weer heel bullish. Want weet je, vanaf dit punt tot aan een nieuw piekpotentieel, ja, zit je ongeveer op 16 procent, 16%, kom je ongeveer richting de 23.700, 23.800 dollar. Um, dus dat zou ook heel goed kunnen uh, dus ik kijk in ieder geval uit met treden en ik, ik raad aan sowieso altijd uitkijken met treden, maar vandaag iets, iets meer op je hoede zijn want weet je, hij kan eigenlijk twee kanten op dit, dit patroon die is er niet zomaar, er zijn best wel die hierop treden die hier optreden en um, ja, als laatste uh, ik had een, uh, mijn weekend bestond eigenlijk uit drie trades, twee daarvan werden verliestrades, uh, maar wel kleine, kleine verliezers, viel mee en dit is een trade die heb ik momenteel nog staan. Ik ga hem wel afsluiten, denk ik. Einde, uh, ieder moment. Want ja, je kan het hier zien. Ik ben hier ingestapt bij dit punt. Dit is mijn entry geweest. Nou, TP 1 is gevuld met 1,7%. TP2 is uh, vannacht gevuld met ja, bijna 4%. En, uh, maar als je hier ook een lijn doortrekt, hè? heel simpel, als je van hier een lijn doortrekt tot hier een trendlijn. Ik wil eigenlijk, uh, en dat, dat heb ik nu ook gedaan, mijn stoploss heb ik hieronder gezet onder deze loon, want als hij hieronder breekt, dan wil ik er gewoon uit zijn. En dan heeft de trade me ongeveer, uh, ja, wat zal het zijn? Want ik heb hier bij TP1 heb ik 25% verkocht, TP2 50%, dus ja, mijn gemiddelde ligt nu ongeveer, ja, wat zal het zijn? Um, hier ongeveer... Rond de 3%. Uiteindelijk denk ik dat de trade me minimaal 3% oplevert als ik uitgestopt word, uh, of meer uh, als ik niet uitgestopt word. Dus dat zijn eigenlijk even de zaken die ik met jullie wilde bespreken vandaag. Um, kijk uit vandaag met treden en uh, tot snel. Doei.